Ik ben Femke en ik ben 12 jaar oud en ik kom uit Markelo. Ik ben Nicolien Kummels. Ik ben moeder van een zoon en een dochter. Ik ben Marcel Kummels en ik ben vader van twee kinderen. Van dochter Femke en ons hartekind Hidde. Hidde is geboren met een hartafwijking en hij is geopereerd aan zijn AVSD. Ik heb een broertje met een aangeboren hartafwijking, een AVSD en een Down syndroom. En ja, daar is hij helaas aan overleden. Mijn zoon Hidde is afgelopen december overleden aan een hartafwijking, AVSD. Hij had een longstenose en hij had pulmonale hypertensie. Femke die kwam op 1 januari 2019 beneden en die zegt: mama, ik ga een actie opzetten voor hartekind. En wij hadden zelfs zoiets van: wow, wat ga je doen? Ik ben een actie gestart voor hartekind en met fles ophalen en bierflesjes. Nou ja, ze is een appgroep gestart met vriendjes en vriendinnetjes. Ze heeft het spulletje bij elkaar geroepen en ze zijn de wijk neergegaan. Dat is kon op neer heer van ik ga een actie starten. Ik wil een fles ingezamelen voor hartekind. Ja, dat is gewoon super gaaf. Dan geef je gewoon een bak energie om haar te steunen en te helpen. Nou, de eerste keer was de auto helemaal vol met lege flessen, met kratjes bier, dat we er nauwelijks zelf bij in konden gaan zitten. Wij lopen nou de winkel al binnen en ze kijken maar aan van: oh, heeft ze weer de karren vol met lege flessen? Ja, weet je, dat is zo, zo fijn, zo mooi. Gewoon even die symbolische arm om je heen van: meid, jullie doen het goed. Ik zit rond de 2500 euro nu met mijn actie wat ik al heb gehad. De actie loopt tot 14 juni. 14 juni dan is de geboortedatum van Hidde. En dan willen we het eindbedrag pakket maken en ook schenken aan Stichting Hartekind. Het is zo hartverwarmend hoe mensen hier in Markelo met ons mee leven, met ons mee hebben geleefd. En hoe enthousiast ze zijn. Ja, wat ik graag mee wil geven aan de ouders die met hartkinderen: vertrouw op jezelf, maar vertrouw ook op je kind. Van je kind kun je heel veel dingen leren. Nou, wij hebben ook heel veel geleerd van Hidde. In het begin was sommige dingen onwennig. Maar als je eenmaal je kind kent en wat je allemaal doet, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Daar leer je ontzettend veel van. Maar vooral het vertrouwen houden in een kind van onze eigen ontwikkeling en ook de genezing. Het is zo belangrijk dat je als gezin luistert naar elkaar en de tijd neemt voor elkaar. Een hartekind is niet niks. Het hele gezin lijdt eronder. Vergeet een ander kind niet. Dus geef een ander kind ook die aandacht die ze nodig hebben. We hebben er heel erg voor gewaakt om ook voor Femke te zijn en ook voor Hidde. En luister naar elkaar, praat met elkaar. Hidde is helaas overleden aan de gevolgen van pulmonale hypertensie. Daar weten ze heel veel van, maar ook weer niet van hoe ze op kunnen lossen. Ja, dat is heel mooi om daardoor het oorlog te kunnen financieren. Kinderen zijn onmisbaar en daar moet je het voor doen.